Ja, daar ben ik weer met een gloednieuwe video. Vandaag ga ik gewoon een spelletje spelen. Lekker makkelijk. Waarom zou ik moeite doen? Al die domme kijkertjes, die kijken toch wel. Vergeet vooral niet om even wat geld te doneren. Als je nou veel geld geeft, misschien komt jouw naam dan wel in beeld. Is dat niet geweldig? Kinderen die geld geven aan wildvreemde volwassen mannen. Vertel dat op een verjaardag en mensen denken dat je het hebt over kinderprostitutie. Ouders denken vaak dat hun kinderen vooral gevaar lopen door pedofielen. Maar het internet kent nog meer gevaren. Kinderen zien YouTubers al heel snel als hun idool, waar ze alles voor over hebben. Voordat je het weet, jatten ze mama's creditcard en doneren ze honderden euro's. Livestreamen is mateloos populair op YouTube en Twitch. Een puber speelt een spelletje, praat wat door zijn webcam en streamt deze beelden live naar zijn kijkers. Kinderen worden verleid om geld te doneren door ze aandacht en beroemdheid te beloven, door middel van een shout-out. Met visuele trucjes wordt het aantrekkelijk gemaakt om geld te geven. Kinderen kunnen hier geestelijk nog geen weerstand tegen bieden. Ouders vragen zich af of dit wel mag. Nee, dat mag niet. Kinderen mogen alleen maar geld geven met toestemming van hun ouders. Die toestemming is er haast nooit. Toestemming mag hooguit, bewijzen van uitzondering, verondersteld worden in situaties waarin het normaal is dat het kind geld uitgeeft. Een kind mag dus wel een ijsje kopen, maar geen peperdure iPhone. Natuurlijk kan je een hele filosofische discussie voeren over wat nu precies normaal is. Maar de gemiddelde ouder vindt het echt niet normaal dat kinderen doneren. Streamers zeggen dan dat het bedrag toch te klein is om naar de rechter te gaan. Dus pech gehad. Fijne jongen ben je dan, lekker je macht misbruiken. Volgens de rechter is toestemming veronderstellen geen vrijbrief. Het betekent alleen dat je de toestemming niet altijd vooraf hoeft te controleren. Maar als een ouder zegt dat er geen toestemming is, dan ben je een grote idioot als je blijft veronderstellen dat het er wel is. Streamers roepen dan dat leeftijd en toestemming niet te controleren zijn. Kinderen die hun geld terugvragen, zouden bovendien te veel tijd en energie kosten. Dus hebben ze daar scheid aan. Nogal een zwak excuus. Jij bent ondernemer. Jij bent volwassen. Jij bent verantwoordelijk. Dat mensen klagen en de overeenkomst vernietigen, hoort gewoon bij je ondernemersrisico. Als je tot de conclusie komt dat je dat risico niet kan dragen, dan deugt je onderneming niet en moet je stoppen. Het is interessant om te kijken welke ontwikkelingen de televisie heeft doorgemaakt. Belspelletjes die aantrekkelijk waren voor kinderen omdat er mooie prijzen werden beloofd, zijn inmiddels verboden. De regels voor reclames die zich richten op kinderen zijn aangescherpt. Bijna 60% van de ouders vindt dergelijke content onwenselijk. Steeds meer organisaties willen een verbod. Kinderen zijn kwetsbaar en worden makkelijk verleid en beïnvloed. Als streamers hun gedrag niet aanpassen, dan volgen er impopulaire maatregelen. En we weten allemaal hoe de politiek werkt, met censuur en privacy-schending. De schuld bij de ouders leggen is belachelijk. Je hebt als streamer nooit het recht om hun kinderen te benadelen. Die discussie hoeft dus niet eens gevoerd te worden. Vergelijk de situatie eens met het dagelijks leven. Net zoals een kind op internet kan het ook gewoon over straat lopen. Dan hoop ik dat het kind onthouden heeft dat het nooit iets mag aannemen van vreemden. Dan hoop ik dat het kind nooit geld geeft aan zwervers. Dan hoop ik dat de ouders weten waar het kind is en wat het doet. Maar zelfs als dat niet het geval is, dan nog mag een zwerver het kind niet benaderen. En van alle andere volwassenen die in contact komen met het kind, verwachten we verantwoordelijk gedrag. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Mijn uitgangspunt is de veiligheid van de kinderen. Vroeger kon je zorgeloos met een apparaat spelen omdat je wist dat het fysiek onmogelijk was om geld over te maken. De digitale wereld heeft van geld echter een nummer gemaakt dat voor kinderen weinig betekenis heeft. Daar moeten we vanaf. Zorg dat een kind hooguit over wat contant geld kan beschikken. Praat met ze. Vertel ze dat streamers het alleen maar doen voor het geld en ze beter naar leuke tekenfilms kunnen kijken. Ouders zouden ook digitaal moeten afkicken. Je hebt geen PayPal en creditcard nodig. En de streamers moeten zichzelf eens afvragen waarom ze zich zo graag op kleine kinderen richten. Je bent ondernemer, richt je op volwassenen. Als je dan geld wilt ontvangen, dan kan je je zakelijke bankrekening gebruiken. De grote streamers zijn niet zielig. Ze hebben geld zat en weten donders goed dat er alleen maar kinderen kijken en doneren. Volwassenen kijken niet naar dat soort infantiele content. Fatsoenlijke ouders geven geen toestemming om te doneren. Dus vergeet al die kletspraat over ID-controles en disclaimers. Leg de schuld niet bij anderen neer. Zodra er meer ouders achterkomen en de politiek wakker wordt, is het uit met de pret.